Jezelf beschermen, zoals de handen wassen en het gebruiken van wegwerpdoekjes bij het hoesten en of niezen, zijn doelmatige handelingen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Cleopatra Yesrun, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, gaat in gesprek in op het plan van aanpak dat het ministerie reeds heeft opgesteld. Coronavirus is een van de vele coronavirussen die we kennen. Want ik denk dat jullie doelen op coronavirus waarover er in de media niet heel veel wordt gesproken. Coronavirus komt meer bij dieren voor. Het is zoonotisch, wordt dat genoemd. En bij dieren veroorzaakt het ook aandoeningen. Maar meestal zijn het milde aandoeningen. Bij koeien veroorzaakt het bijvoorbeeld diarree, maar bij kippen veroorzaakt het bovenluchtweginfecties. Maar een coronavirus kan dus overspringen van dieren op mensen. En het is niet de eerste keer dus dat we dat hebben gezien. We hebben dat ook gezien toentertijd met SARS en met MERS. Ik weet niet of u zich daarvan kan herinneren. SARS is die Severe Acute Respiratory Syndrome. En we hadden ook nog MERS, dat was die Middle East Respiratory Syndrome. Dat was toen die coronavirus dus is gaan muteren en is gaan overspringen van dier op mens. En het heeft toen ook wereldwijd voor een pandemie gezorgd. Oké, voor elk zulk virus dat dus wordt bekendgemaakt, bij SARS was dat ook het geval geweest, bij MERS was dat ook het geval geweest, en nu ook bij novel coronavirus is dat ook het geval, geeft de WHO altijd een statement uit. De WHO heeft de situatie, het kan veranderen van dag op dag, maar tot gisteren had de WHO het nog niet als een wereldwijde internationale health crisis bestempeld. Ze hadden het wel als een crisis in de Aziatische landen, in China vooral, in China. Dat kan vandaag op dag veranderen, want we zien dat de besmettingen dus nu ook hebben plaatsgevonden in andere delen van de wereld. Het is een virus dat overgebracht kan worden, waarschijnlijk ook dus door die besmetting zoals we dat kennen van die griepvirussen. Dus bovenaan staand is handen wassen, de nies- en hoesetiketten in acht nemen. Dat wil dus zeggen niet gewoon zo niezen, hand voor de mond, de handen daarna schoonmaken. En als je een doekje gebruikt, wegwerpdoekjes gebruiken, zodat dat direct in de tong kan gaan. Als de persoon ziek is geworden, wordt het dus ook vooraf, het wordt aan alle passagiers gemeld. Als je symptomen mag krijgen, als je ziek mag worden en je komt uit een hoog risicogebied, bel naar de hotline 178 of meld u aan bij een huisdokter. En dan kunt u me ook vragen, ja, maar is de huisdokter dan op de hoogte? Ja, dus die informatie, de WHO-richtlijnen, maar ook de Surinaamse, want natuurlijk hebben we de Surinaamse, ons Surinaamse perspectief van de WHO-richtlijnen. Elk land heeft natuurlijk zijn of haar beperkingen of juist ook weer plusjes die we aanpassen aan zo'n protocol. En dan wordt zo'n persoon, de passagiers worden allemaal gemeld van wat het coronavirus allemaal is en hoe men ziek kan worden en wat men moet doen. Bij sommige mensen gaat het onopgemerkt voorbij. Ze raken besmet met het virus en ze merken er niets van, behalve één keer misschien een nies of een hoest en that's it. Sommige mensen merken er totaal niets van en bij andere mensen dan pakt het een beetje anders uit. Wat wel duidelijk ook is gebleken uit de meeste slachtoffers die zijn gevallen van dit virus, zijn dus dat er onderliggende ziekten waren. De mensen hadden misschien ook hartproblemen, hadden longproblemen, hadden andere onderliggende aandoeningen. Ik wil wel nogmaals benadrukken, we zijn niet uitgesloten ervan en het zal Suriname binnen kunnen komen. Het is een virus eenmaal. Wereldwijde verspreiding hebben we gehad van coronavirus eerder. De MERS variant van coronavirus was in 29 landen met 8000 plus gevallen. En als je onrustzaaiers hebt en paniekzaaiers die eigenlijk niets positiefs willen bijbrengen, dan alleen maar onrust en wanorde te creëren, dan is dat een kwalijke zaak. En het ministerie van Volksgezondheid gaat dat ook heel serieus oppakken. Het is eerst een meneer geweest die zoiets heeft gepost, dus dat er twee gevallen van coronavirus in het academisch ziekenhuis waren. En dat is buitendien bewezen dat dat fake was. En daarna is er ook nog meer op social media gaan rondcirculeren. En een bericht gekomen dus dat men daarvoor waarschuwt, blijf uit de buurt van Chinezen. Laten we geen rassenhaat beginnen te creëren. Want het hoeft niet specifiek een Chinese persoon te zijn om je te besmetten. Want iemand van Europa kan ook een rondreis hebben gemaakt in China
en terugkomen en dan komen naar Suriname en iedereen hier besmetten. Dus laten we dat soort dingen achterwege laten. Laten we gewoon letten op de officiële kanalen. Als het coronavirus het land binnen is gekomen en als we gevallen van coronavirus in Suriname hebben, zal het ministerie van Volksgezondheid die informatie ook delen met het publiek en het publiek informeren. En gewoon nog steeds, ik kan er niet genoeg op benadrukken, de voorzorgsmaatregelen in acht nemen.